Ben je met prijs? Een gezonde wedstrijdspanning. Ja, gezonde wedstrijd. Het is precies een wedstrijd. Ja. Nou echt. De hele entourage is de zenuwachtig. Het koppel zelf. Het koppel heeft gewoon heel dat rijboek gewoon helemaal in 2 ja, dat dus dat komt het ook allemaal goed. Dat mijn dochter is, dat vind ik dan zo weer. Kijk dan. Ze kunnen allebei niet meer praten. Nee. Toch blauw! Toch wel. Supermooi! Als je me met een gek spandoek komt ophalen op Schiphol, dat je zo'n steile learning curve hebt. Op de tweede date weet ik nog goed dat jij de deur opende in die afschuwelijke lichtgele, veel te grote polo. Kijk hoe je er nu bij staat. Klein applausje mag wel hoor. Ik ben nog niet klaar. Dat we in benarde situaties keihard kunnen lachen. Ik denk bijvoorbeeld aan vaststaan voor een tolpoortje in de Italiaanse grens met 100 toeterende auto's achter ons. Veel mensen zouden in paniek raken, maar samen ook op dat soort momenten dan weten we het wel voor elkaar te krijgen. Ja, en als je me toch echt achterna komt rennen, toen ik in het begin van onze relatie nog wel eens de neiging had om 2 uur 's nachts naar de bushalte te rennen als independent woman, dan kom je wel achter me na en dat is super lief. Of wanneer je bij mij achter op de scooter zit, wat heel soms voorkomt, en je echt doodsangsten uitstraalt. Er staat in elke keer gilletjes. Oh, ik heb... Nou ja. Zeker weten. En een hele leuke dat je geen verrassingen voor mij kunt bewaren, maar het wel elke keer heel goed probeert. Ik heb ook van die kleine dingetjes gemerkt, een van de leukste dingen aan jou vind ik, wanneer je in stilte lacht. En je het alleen opmerkt als je heel dichtbij je bent. Of wanneer je juist heel veel gekke geluidjes maakt die iedereen eigenlijk wel opmerkt. Hoe je ooit onze liefde beschreven hebt als... Wij zijn als het blaadje basilicum op de caspatje. We klaar het aan te nemen tot uw echtgenote Merel Linda Koppen en getrouwd te vervullen alle plichten welke door de wet aan u te staan verbonden zijn. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Wat is op hierop uw antwoord? Ja. Dat kan maar duidelijk zijn. En dat is dan ook tot de dood en scheiding. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zetelkenbos dat Jorik Peter Schotron en Merel Linda Koppen door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn.
één vraag. Wie is de volgende? Dus ik wil eigenlijk wel gooien. Hoe lang nog? Ja? 3, 2, 1. Je steunt me niet alleen voor verwerking, maar ook echt voor groei. Je haalt echt het beste bij me naar boven. En daar ben ik je gewoon heel erg dankbaar voor. Lief boefje, ik beloof dat ik de man zal zijn die je altijd zal blijven supporten. Die je zal challengen. Die niet zal opgeven. En die er voor je zal zijn wanneer het nodig is. Zoals ik al eerder tegen je heb gezegd, je gaat nu echt nooit meer van me afkomen. Door de lol die we samen hebben, hoe we er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. En natuurlijk je goede opruimskills. Weet ik zeker dat jij de vrouw bent waar ik de rest van mijn leven bij wil zijn. Ik kan echt niet wachten welke avonturen het leven voor ons nog allemaal in petto heeft. Maar ik weet één ding zeker. Met jou naast me durf ik ze allemaal aan en zal ik ze met het allergrootste plezier beleven.